Hallo allemaal, kom terug voor meer Mario Kart 8 actie. We gaan met de Spiegel 150cc. En we dit keer met een willekeurig persoon gaan. En dat wordt uiteindelijk dan... Toad. We hebben een nieuw kart vrijgespeeld, dus we zullen je laten zien. Dat zijn is het paradepaardje. Eigenlijk denk ik een beetje van alles heeft. Oh, daar gaat mijn paradepaardje. Nou, ik denk dat ik daar de minis op zet. Deze cup zal binnenkort uitkomen. Dus hopelijk kunnen we die dan ook binnenkort doen. Maar nu gaan we verder met de 150 speercup. Zoals gezegd ging ik die in omgekeerde volgorde doen. Dus deden we eerst de Lightning Cup en nu de Special Cup. En zo eindigen we uiteindelijk bij de Mushroom Cup. Zo, race 1. En ik word er gelijk van afgeduwd. Ja, dat is een beetje het probleem, want wij zijn in een lichtgewicht. We hebben daar ook geen brood, dus er zal veel geduwd worden. Maar het hoor ik toch, dat is die ster. Ik heb geen idee wat we kunnen met deze wagen. Tot nog toe bevalt hij me niet slecht, dat moet ik zeggen. Terwijl ik Tito dat bord al tevoren hield, ik weet niet of je dat hebt gezien. Misschien is dat normaal bij de Spiegel Cup. Let viel me op. Ja, toch nog toe bevalt deze kar me niet slecht. We kunnen meevechten vooraan, dus dat is goed nieuws. Oké, dat maakte me, ruïneerde mijn dag bijna. Helaas konden we daar niet op. Oké, nou hebben we veel te weinig snelheid. Gelukkig brengt de creature ons helemaal hier naartoe. Ik denk zelfs dat het sneller was als met de glider. Waarom verdient nou iedereen die afkorting? Hoe kan iedereen die nou weten? Oké, we hebben nu die PC Piranha plant die ons in ieder geval dat muntje heeft gegeven. Helaas is onze tijd van die Piranha plant bijna op. Gaat hij die ton net pakken? Nee, die ton pakt hij niet meer. Ik weet ook niet of die ton hem pakt. Ja, we volgen eigenlijk ongeveer dezelfde lijn als de nummer voor ons. Terwijl we zomaar worden gepasseerd door alle auto's. Oké, ja, dat was mijn enigste kans. Worden we nog geraakt? Nee, we worden niet meer geraakt. Oké, vierde helaas. Want op het laatst besloot iedereen me nog even te passeren.
Tot nog toe zit me niet mee vandaag. Eerst in het donker kom, video. Die heb ik hiervoor gedaan, toen in deze video. Misschien dat dit nog iets beter wordt. Maar al met al ben ik er bang voor. Waar ik niet ga stoppen met Mario Kart als deze video zou mislukken. Ik had bij Donkey Kong gevraagd of ik moest stoppen of doorgaan. Want dat level is gewoon zo moeilijk. Je moet echt alle knoppen tegelijk indrukken. Het lijkt wel een vechtspel, terwijl het helemaal geen vechtspel is, want daar moet je normaal alle knoppen in drukken. Oké, terwijl ik hier alles verknoeien, maar ik wilde niet geraakt worden door die planten. Maar ja, was misschien nog sneller geweest als ik dat wel had gedaan. En komen we daarop? Oké, dit zien we voor het eerst. Hier zijn we nog nooit geweest. En uiteindelijk scheelt het niet heel veel in tijd. Want we verliezen er zelfs een plaats door. Maar we zijn, kan zeggen dat ik eens een keer daarboven ben geweest, want dat was tot nog toe nog... Tot nog toe was dat nog nooit gelukt. Ja, Kart Drift toch iets minder goed als de Biddy Buggy dus. Dat ligt natuurlijk niet in de banden. Maar het is raar inderdaad, het is net alsof het een heel ander circuit is als je in de spiegelcup rijdt, terwijl het eigenlijk gewoon gespiegeld is. En toch moet je al die lijnen eigenlijk weer opnieuw zoeken, ja dat bedoel ik, dat drift ik de verkeerde kant uit. Dan gisteren online heb gespeeld, helpt dan ook niet mee, want dan heb je geen spiegel natuurlijk. Maar ik denk dat het paradepaardje dat geen blijvertje is en dat ik de volgende keer toch maar weer gewoon de Biddy Buggy nemen. Au, moest dat zo? Ik dacht dat ik genoeg zit om hem te wijken, maar ik zag hem plotseling draaien. Het is gewoon een klootzak. Meer is het niet. Hier drift ik volgens mij de volgende keer verkeerd. Ja, geef me die paddenstoel. Ik heb graag op die paddenstoel. Nou, vierde, zesde. We mogen blij zijn als we nog ergens eindigen in dit kampioenschap. Nog ergens in de top 3 dan al te verstaan. Want we staan nu al 4 punten achter. En het zou alles kunnen gebeuren dat we geen trofee winnen. Want we hebben nog Bowser's Castle, niet mijn favoriete Grand Prix. En Rainbow Road, wat met een lichtgewicht... niet goed is, en dan hebben we eigenlijk de auto niet voor, want deze heeft niet zo'n goede acceleratie als de Biddy Buggy. Het zijn toch eigenlijk de wielen die voor de acceleratie zorgen. Dus paradepaardje, geen blijvertje. Eigenlijk is wel een beetje vertekend beeld dat je dan meteen 150cc speelt op de spiegelcup. Want eigenlijk moet je, ja, ondanks dat je de parcours op andersom al weet, moet je het eigenlijk toch wel weer een beetje wennen aan de parcours dus. Als je op de 150cc spiegelcup overal goud vindt, voor de allereerste keer ben je gewoon, ja, een Mario Kart meester, want...
Ik heb volgens mij op de complete 150 SP Spiegel Cup met één overwinning. Dat was ja, nooit uit de benen op de TikTok klok op het circuit. Die ik dan wel eens weer ken. Ja. Ook andersom, want die ken ik natuurlijk nog van de DS. Maar ja, het lukte me niet op de Dondervulkaan, die ik toch eigenlijk ook moet kennen van de Wii. Maar ik denk dat ik op de DS vaker Spiegel Cup heb gedaan als op de Wii. Maar hier zitten geen DS Grand Prix bij, dus. Nou, het doet al. Er is niemand of niks in de buurt, dus dat is eigenlijk compleet nutteloos op dit moment. Ik ga eigenlijk vrij steady op de derde plaats. Nee, niet meeslaan. Kan ik? Nee, dat lukt zo niet. We zijn in ieder geval van die supertoeter af, want die ging ons toch niks vooruit helpen. Dus dat maakt het niet zoveel uit dat we die kwijt zijn. Oké, we hebben paddenstoelen. En plotseling is er kans. Er is plots een kans om P2 wel te verstaan. Die zouden we moeten kunnen pakken. P2. Dat is wat ik nu op het moment proberen ben. Om nog in de top 3 te eindigen. Maar uiteindelijk zijn we in plaats gezakt. Nee, we zijn niet in plaats gezakt. We staan nog steeds 4e. Maar 4 punten achter Koepertroep. En dat is niet goed nieuws. Zeker omdat we eigenlijk Rainbow Road hebben, dus. In plaats van een derde plaats verwacht ik een compleet zootje nou. Geen brood, dus acceleratie wel van heel erg belang. We rijden zo wel eerste, geen idee hoe we dat doen, maar we rijden eerste. Tot hier dan, wow. Rijden we de verkeerde kant op, Oké, tot zover de wonder van Rainbow Road. Dat duurde precies 5 seconden. Nee, ook over drijven, duurde precies 3 seconden. En toen moesten we afhaken. Ja, die bocht is spiegel wel makkelijker, heb ik het idee. Ja, die acceleratie zuigt gewoon van deze wagen. Nog ook nog geduwd. Wat eigenlijk geen verrassing is, want wij zijn gewoon de leegste. Daar weer ook langs de kant. Ik denk dat dan de zorg van Sjorkus was. Oké, dat... Sloeg dat niet nu nergens op, want dat was zeker geen shortcut. En, oh ja, natuurlijk, we moeten de andere kant op. Olivier op.
Kijken of we die shortcut weer kunnen vinden dan. Hè. Maar dit is inderdaad, het is een complete chaos. Ja, hier. Is net wel degelijk wat af. Want we zijn ineens een stuk dichter bij de rest van het veld. Dus het helpt toch iets. En daardoor worden we nog zesde, vijfde zelfs. We worden nog vijfde. En dan mag je gezien mijn resultaat nog niet zo verklaren, maar inderdaad. Dergelijke kampioenschap worden we niet. Blijven we nog vieren en we zijn maar liefst 16 punten achter de nummer 1 geëindigd. Hopelijk gaat het beter als ik deze, als ik de circuits vaker aan het spiegel heb gedaan. Ik ben er nog niet erg aan gewend, dus dat is eigenlijk ook de reden waarvoor het slecht gaat. We hadden op Rainbow ook de compleet verkeerde wagen, want de eerste drie circuits, kon je zeggen, was de acceleratie nog net genoeg, omdat we die miniwielen dan nog hadden. Maar ja, op Rainbow heb je toch super veel acceleratie nodig en die hadden we gewoon niet. En dus was eigenlijk een beter resultaat op Rainbow Road dan op Druiperbouwersfestijn is eigenlijk een klein wonder. Slechts één keer konden we ook het podium zien, dat was in de derde wedstrijd. Maar hey, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.